is fucking mooi weer buiten, holy shit. Het nare van deze vloer is dat hij zo kraakt als de motherfucker. Hey, dames en heren, mijn naam is Joost en welkom bij deze Joost op vrijdag video waarin de grond kraakt en ik erger me eraan. En de grond kraakt en ik erger me eraan. Hey, dames en heren, mijn naam is Joost en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Joost op vrijdag. Ja, in deze aflevering ga ik jullie eventjes wat updates geven waarover ik jullie al de hele tijd zit te teasen op Twitter. En ik denk van hier, neem updates. Normaal gesproken ben ik niet zo van die update video's op mijn kanaal, want ik heb zoiets van, ik doe gewoon mijn shit en jullie genieten daarvan en that's it. Maar af en toe is het wel eens tijd om jullie eventjes te laten weten wat de stand van zaken is en hoe het ervoor staat op mijn kanaal. Allereerst zul je me voortaan vaker met een pet op zien in video's. Dat was de video, bedankt voor het kijken, doei! Nee, grapje. Nou, dat was eigenlijk helemaal geen update. Ik weet niet eens waarom ik dat vertelde, maar dat maakt niet uit. Eén major update die ik nu meteen aan jullie ga vertellen is mijn uploadschema. Zoals jullie misschien wel weten staat er altijd een linkje in de beschrijving. Een van de eerste linkjes in de beschrijving waar je op kan klikken en die gaat naar mijn uploadschema. Dat uploadschema past zich altijd automatisch aan als er wat dingetjes veranderen op mijn kanaal. Dus hou dat gewoon af en toe in de gaten als je wilt weten op welke dag er video's online komen. Op dit moment was het altijd geweest maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag een video en in het weekend niks. En een paar weken geleden heb ik dit veranderd naar dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag een video, omdat ik de maandagvideo eigenlijk bijna nooit online kreeg. Dus als je dat nog niet wist, dan weet je dat nu, denk ik. Maar er gaat nog wat extra's veranderen, want aangezien ik stage heb en ik het daar erg druk mee heb, want ik zit dan maandag tot vrijdag van 9 tot 5 ben ik gewoon met stage bezig en dat is dus eigenlijk gewoon de hele dag. Het is dus bijna praktisch onmogelijk voor mij om in de avonduren alleen elke dag een video online te krijgen en ook nog willen streamen voor jullie. En studeer mijn YouTube weggelegd, wil ik ook natuurlijk nog gewoon eventjes wat vrije tijd hebben met mijn familie en vrienden bijvoorbeeld en dat is eigenlijk gewoon allemaal rip, dus ik moet veel opofferen voor jullie. Maar wat ik dus wil doen is dus één videootje nog minder in de week doen in de periode dat ik stage loop. En als mijn stageperiode weer over is en ik ga weer naar school toe, dan pak ik die video weer op en dan ga ik misschien 5 keer of zelfs weer 7 keer per week uploaden. Voor nu zou dit dus betekenen dinsdag een video, woensdag een video, donderdag dus geen video, vrijdag een video en zaterdag een video. En als je wilt weten welke video er wegvalt, dat ga ik jullie nu vertellen. Dus mag ik een tromgeroffel alstublieft? Ja, dat is een lekkere tromgeroffel. Video die gaat wegvallen is... Minecraft Skywars! Oh, niet zo sad jongens, niet zo sad. Het is maar voor een halfjaartje in de periode dat ik stage loop, valt Minecraft Skywars eventjes weg. Het is op dit moment de minst gewaardeerde serie op mijn kanaal en ik heb er het minst plezier in om die video te maken. Dit betekent niet dat ik er geen plezier in heb, want ik vind het nog steeds awesome om die video's voor jullie te maken. Maar als ik ze moet ranken van top naar laag, staat Minecraft Skywars onderaan. Voor mij was de keuze dus niet heel moeilijk geweest om die serie eventjes een halfjaartje aan de kant te zetten en gewoon door te gaan met de huidige series die ik nu heb. Dus wat je kan verwachten van mij op dit kanaal, Joost wil spellen, is dinsdag Ark Survival, woensdag GTA Online, GTA Mods of GTA Storyline. Vrijdag Joost op Vrijdag en zaterdag Minecraft Adventure. Wat mij brengt tot de tweede update. Minecraft Adventure is altijd al geweest de ene week een adventure map die ik vind online en de andere week een adventure map die jullie voor mij hebben gemaakt. De afgelopen paar weken is het voor mij erg moeilijk geweest om maps te vinden online op internet die ik voor jullie kan spelen die zeg maar kort genoeg zijn om in één aflevering te stoppen. Het probleem is dus dat die mappen als het ware opraken. Dus dat betekent dat ik eigenlijk op Minecraft Adventure nog maar één ding kan doen en dat is eigenlijk alleen maar mappen spelen die jullie naar mij gestuurd hebben. En daarom wil ik jullie nu iets vragen. Ik heb niet genoeg maps toegestuurd gekregen om elke week één aflevering online te krijgen. Ik speel per aflevering 3 mappen van jullie die jullie naar mij gestuurd hebben. En als ik dit elke week moet gaan doen, gaan ze te snel op en ik heb niet genoeg liggen om nog te spelen. Dus ik vraag nu aan jullie nu meteen, als jij zin hebt om voor mij een map te maken en je bent heel goed met dat soort shit, doe het dan meteen en stuur hem naar het e-mailadres in de beschrijving. Je kan dit doen via een website genaamd mega.nz of een of andere sharing site. Ik zal in de beschrijving een paar sharing sites zetten die je kan gebruiken om je maps naar mij toe te sturen. Oké, dus nu dat jullie lekker aan de slag kunnen gaan met mapjes voor mijn kanaal, Minecraft Adventure zal vanaf nu heten Map van een Derp. Omdat ik dus eigenlijk altijd zeg, hey dames en derps, Map van een Derp. There you go, prachtige naam. En dat zullen jullie elke zaterdag te zien op mijn kanaal zoals ik al zei. Vanaf nu is dus ook het linkje in de beschrijving naar mijn uploadschema veranderd. Dus als je daarop klikt, kan je een mooi overzicht krijgen op vanaf welke dag welke video online komt. Print die lekker uit, maak er een foto van met je telefoon, maak een screenshot met je telefoon of iPad, hang hem op de muur, zet hem op je achtergrond en vergeet nooit welke dag er video's online komen. Ja? Joep.
Dit betekent dus nu ook dat ik een aantal vrije dagen heb in de week. Random video's zullen nog steeds af en toe online komen. En die komen dan online op die gaten in de week die nog nu nog niet opgevuld zijn. Livestreams van mij kun je natuurlijk verwachten elke zaterdag op de hele live om 2 uur. En ik wil gaan proberen om elke donderdag om 7 uur op mijn eigen kanaal te livestreamen voor jullie. Of dit gaat lukken, dat weet ik nog niet zeker. Maar ik ga het in ieder geval proberen. Een andere update die jullie in de toekomst kunnen gaan verwachten is een ander logo en een andere banner. Wat misschien ook nog leidt tot een andere intro voor mijn kanaal. Ik kan hier nog niet al te veel over vertellen, want het is allemaal nog in aanbouw. Maar dit zullen jullie snel genoeg zien veranderen op mijn kanaal. Dus als jullie ineens een ander logo en andere banners zien, moet je niet denken van wow, what the fuck. Ik heb bij deze gezegd dat het eraan gaat komen. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Verder komen er in de toekomst nog een paar leuke verrassingen qua video's en qua andere dingetjes op mijn kanaal. Maar dat gaan jullie allemaal snel genoeg zien, want daar wil ik nu nog niks over vertellen, omdat het anders te veel verklapt. Ik ben in ieder geval super hyped over, dus dat is een goed ding. Dit waren eigenlijk alle belangrijke updates die ik jullie wilde vertellen voor het komende half jaar op Joost Speelt Spellen. Althans, dat zijn de updates die ik zo snel eventjes in mijn hoofd kan halen. Ik hoop dat jullie net zoals mij super enthousiast zijn voor dit half jaar. Ondanks dat er een video minder komt in de week, probeer ik de kwaliteit hoog te houden. En hoop ik dat jullie support groot blijft en dat jullie me blijven steunen door deze periode. Ik ga het super druk krijgen en ik hoop dat jullie, desondanks ik het druk heb, nog steeds kunnen genieten van mijn content op zowel Twitch als YouTube. En daarmee wil ik het eindigen, jongens. Bedankt voor alle support, bedankt voor alle abonnees, bedankt voor alle likes en reacties de afgelopen paar dagen. Fucking insane. Vooral Ark Survival krijgt zoveel aandacht de laatste tijd en ik ben daar echt heel blij om, want de game is awesome. En daarvoor wil ik jullie super erg bedanken. Kijk je deze video nu en weet je van jezelf dat je gewoon de afgelopen paar maanden gewoon super veel naar mijn video's hebt gekeken? Geef jezelf dan eventjes een schouderklopje. Geef jezelf eventjes een petje op de hoofd, want je bent een goede gast. Of check, als je de updates leuk vond en je bent hyped voor het komende half jaar, doe dan een blauw duimpje omhoog en laat in de reacties weten wat jij hier namelijk van vindt. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag om 7 uur weer terug bij een nieuwe aflevering van Joost op Vrijdag. Later. Op jullie ook, doe vast een blauw duimpje omhoog als je... Doe vast een blauw duimpje omhoog als je... Doe vast een blauw duimpje omhoog als je deze video tot nu toe...